We weten het. Danny Blind selecteerde slechts één Feyenoorder voor Oranje. Alleen Terence Congolo is bij de training in Katwijk voor de sleutelduels met IJsland en Turkije om het EK te halen. Wel zijn er veel oud-Feyenoorders bij Oranje. De voormalige captain van Nederland, Robin van Persie bijvoorbeeld. Jorginho Wijnaldum is erbij, Bruno Martins Indi natuurlijk en Stefan de Vrij. Hij volgt zijn oude club nog altijd op de voet en ondanks een goede competitiestart baalde hij toch een beetje van de nederlaag bij concurrent PSV. Ja, absoluut. Ze zijn goed begonnen. Jammer van gisteren, maar het seizoen is nog maar net begonnen, dus er valt nog niet veel over te zeggen, maar ik blijf ze uiteraard volgen. Ja, en de jaren hiervoor was de start altijd veel minder, daar was jij nog bij, dus dit geeft dan gelijk meer rust. Ja, zeker weten. Zeker weten. En hopen dat ze die lijn door kunnen zetten. De Vrij speelt alweer een tijd bij Lazio Roma, waar de Italiaanse pers lovend over hem is. En hij is eigenlijk niet meer weg te denken uit de basis. Een groot compliment. Ja, dankjewel. Dat vertrouwen heb ik ook altijd gehad. En voordat ik daar naartoe ging, voelde ik dat vertrouwen heel erg. En dat voel ik nog steeds. Vorig jaar een heel goed jaar gehad. Een mooie derde plek. Dat toch wel als een verrassing werd gezien door velen. En nu moeten we zorgen dat we die lijn weer door gaan zetten. Ja, dat missen van die Champions League zag het gelijk aan je. Dat is echt wel een domper die bij heel die club volgens mij te voelen is, hè? Ja, dat klopt. Dat is zeker een domper. Maar we moesten helaas de meerdere erkennen bij Leverkusen dat ook gewoon een heel sterk team heeft. In Oranje wil Stefan de Vrij ook bepalend zijn, want de druk zit erop voor het Nederlands elftal. En moet gewonnen worden, wil Nederland nog rechtstreeks naar het EK in Frankrijk volgend jaar kunnen. Ja, dat klopt. De resultaten zijn niet optimaal geweest. Dat betekent dat we de laatste wedstrijden nog vol aan de bak moeten. Lijkt me heel duidelijk dat de hele belangrijke wedstrijden zijn voor ons. Dat worden ze alle vier en te beginnen met komende donderdag tegen IJsland. Doelman Kenneth Vermeer van Feyenoord viel op het laatste moment af bij het Nederlands elftal. Zijn concurrenten onder de lat worden niet meer getraind door Patrick Lodewijks, die logischerwijs is gestopt bij Oranje vanwege het trieste overlijden van zijn vrouw. Arno van Zwam neemt zijn taken over.